eerste track te releasen? Zo van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik zeg eerlijk, ik kreeg een telefoontje van Fresh. En hij belde me van, bro, ik heb een track, man. Wil je erop springen? Want ik rapte daarvoor al. Dus hij wist al van, oké, Quincy maakt af en toe wel muziek in zijn vrije tijd. Ik had ook thuis een studio. Dus hij belde me van, joh, ik heb een track. Ik zeg, ja, is cool, maar dan kom je even langs. Dus ik was langs gegaan in de studio, viben met z'n allen. En hij speelde een paar tracks om, maar ik hoorde Mazel Tov. Ik dacht van, hé, joh, dit is een gruwelijke beat. En hij had een hoek erop. Weet toch, ik dacht, hé, deze gaat lekker, man. Dus ja, maar Ease loopt binnen. Ease was er nog niet, dus Ease loopt binnen. Die man leed gelijk zijn verse op tempo. Ik kijk naar hem en denk, yo. Het is een next level dit, maar je weet toch. Ik ga pennen in mijn telefoon. Ik denk, oké, I like the levels, weet je. Dus ik was bezig ook, opgenomen. Daarna wist ik nog niet zeker of ik een clip wou uitbrengen, weet je. Want ja, ik dacht van, ja, een clip. Gewoon een track alleen is wel dope. Maar die mannen wilden echt gewoon een clip schieten. Dus ik dacht van, wat ga ik doen, man? Ik zeg, Fresh, dit wordt best lastig, man. Fresh, blijf me bellen. Kom op, man. Dat kan gewoon, toch? Hey, toch relax, weet je. Of doe gewoon iets op. Mm-hmm. Ik zeg, weet je wat, misschien een bivak. Toen zei hij van, ja, bivak. Dus ik dacht van, weet je wat, misschien wordt het gewoon één keer een bivak. Mazel Tov en klaar. Maar ja, die track kwam uit. En ik dacht van, hé, dit wordt wat, man. Ik ga blijven gaan. Ja, en vanaf toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon door blijven gaan, man. Ik voel die motion. Dat was gewoon van, die vibe, dit is een vibe. Want je eerste is dan ook meteen gewoon een track die heel goed is gegaan. Ja, man. Die meteen, want hoe waren de reacties daar op jouw verse specifiek? Ja, was dope. Reacties waren goed, weet je. Maar volgens mij op Mazel Tov zeg ik ook gewoon mijn naam. Dus mensen wisten al daarvan, oh, hij is het, weet je. Mm. Dus ik vond het wel goed dat mensen gewoon wisten van, oké, het is Quincy, maar we zijn niet zeker. Misschien rapt iemand met zijn naam of, weet je. Ja. Dus het was gewoon dope, man. En gewoon iedereen zijn verse was gewoon strak. Want hoe kwam je eigenlijk op de naam Blow? Ja, ik zeg altijd van, je boys, we gaan vanavond even lekker wat blowen, weet je. Dus, het was, op een gegeven moment is het gewoon van, I blow, weet je. Ja, oké. Ja, man, zo. Kreeg je geen backlash toen je, zeg maar, begon met het rappen als Quincy? Ja, voetbalmedia pakt het helemaal niet op. Ik wist het ook, van, nee, dat is gewoon Quincy Owusu. Maar toen dacht ik van, oké, gaat hierop gesprongen worden? Maar ze sliep op dat, man. Precies. Ja, ze sliep op dat, man. Echt, dus het was, voor mijn geluk was het wel goed voor mij, snap je? Want dat was de bedoeling. Ja. Mm. Weet je, dat het gewoon rustig bleef, dat ik gewoon lekker muziek kon uitbrengen. Ja. Gewoon opbouwen, je weet toch, je hebt wel support van mensen die naar je luisteren. Dat ze gewoon voelen van, hé, als een artiest. En niet van, oh, Quincy is een voetballer geweest, dus ik voel hem als een voetballer, dus ik ga ook naar zijn muziek luisteren. En dat wou ik gewoon niet hebben. Ik wou gewoon van, hé, I like his music. Dus daar ga ik gewoon naar luisteren en voor dat voel ik hem. Cool, ja.